Goedemorgen klas 6. Dit is het dictee. Pak je dictee-schrift erbij en een pen of een potlood. En dan gaan we beginnen. Pak ik even de woordjes erbij. Het eerste woord is het trottoir. Tweede woord, de airbag. Derde woord, de autoverzekering. Dan de eerste zin. Denk goed na over welke tijd het is. En welke werkwoordsvervoeging je dan gebruikt. De eerste zin is: gisteren verbreden zij de weg. De tweede zin: wij bellen de garage-eigenaar omdat de benzinetank lekt. Wij bellen de garage-eigenaar omdat de benzinetank lekt. En dan de derde en laatste zin. Een falende motor is het beroerdste dat je op de weg kan overkomen. Een falende motor is het beroerdste dat je op de weg kan overkomen. Oké, ik hoop dat het goed te verstaan was. En ik zal zo de antwoorden in een foto op Google Classroom zetten. En dan kun je het zelf even nakijken. Succes en tot snel. Doeg!